Goedemorgen, het is zondag 3 juli en het is tijd voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De race begint deze middag om 4 uur en het belooft een droge race te worden. De top 3 bestaat uit Carlos Sainz op pol, Verstappen op P2 en Charles Leclerc maakt de top 3 compleet. Ja, Max Verstappen werd tegen het einde van de kwalificatie uitgejuicht door de Britse fans... ...en Lewis Hamilton heeft zich inmiddels uitgesproken tegen dit gedag... ...en benadrukt tegenover zijn fans dat dit nergens voor nodig is. Ik ben het absoluut niet eens met de boegroep. Dat is nergens voor nodig. We zouden iedereen juist moeten aanmoedigen. Het maakt niet uit of je iemand uitjult, ze hebben de fout dan al gemaakt of wat er dan ook aan de hand is. Tot slot wil Hamilton zijn fans op en om het circuit nogmaals bedanken voor hun steun. Ik waardeer de steun die ik hier krijg echt. Misschien voelen sommigen de pijn van vorig jaar nog steeds, dus ik waardeer het hoe dan ook. Zo zei hij na afloop tegenover ons reporter op het circuit. Ja, Helmut Marko natuurlijk van de tweede plaats van verstappen op de zaterdag. Volgens de Oostenrijker was Red Bull veel dominanter op de tweede dag van het raceweekend, maar voorkwam Charles Leclerc dat verstappen P1 wist te veroveren. Hij ziet dan ook wel een probleem voor vandaag. Tegenover Sky Deutschland zegt Marco, de adviseur van Red Bull Racing, dat verstappen zijn pole position in de slotfase verloren zou gaan door een spin van Charles Leclerc. De focus van Red Bull en Marco ligt nu op de pace, waar Red Bull eigenlijk altijd wel sterk is. Toch ziet Marco ook een Valko voor verstappen die Science moet gaan inhalen. En dat kan op Silverstone wel eens lastig gaan worden. Het probleem hier is inhalen. We staan op de tweede en vierde plek, dus vanuit strategisch en tactisch oogpunt kan er wel veel gedaan worden. Ik denk dat we op basis van race pace weer sneller zullen zijn. George Russell vindt dat Mercedes ondermaats presteerde in de kwalificatie... ...en verklapte dat hij een fout in zijn laatste ronde maakte die hem een top 5 kostte. Hij zegt dat Mercedes beschikt over een betere raceauto dan een kwalificatieauto. Hij hoopt dan ook dat hij snel Alonso en Norris kan passeren... ...en dat ze op die manier dat ze nog een soort van halve kans, zoals hij dan mooi zegt... ...heeft om mee te kunnen doen met de top. En volgens Sergio Perez heeft Red Bull de problemen waar het afgelopen vrijdag mee kampt inmiddels opgelost, wat voor een hoop optimisme zorgt binnen het team. Tijdens de race zullen we een stuk competitiever zijn. We hebben een goede vooruitgang geboekt en ik heb er alle vertrouwen in dat we hopelijk in staat zullen zijn om de Ferraris moeilijk te maken. Het wordt moeilijk, maar we zullen hard vechten. Zuliet hij weten in de persbericht van Red Bull. Ja, wat denk jij dat er vandaag gaat gebeuren tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië? Laat het weten in de comments hieronder en dan zie ik jullie vanmiddag weer. até então, oi